Het Korps Brandweer Suriname waarschuwt de samenleving voor brandgevaar. De afgelopen dagen zijn er op diverse plekken verschillende branden bij vooral woonhuizen geweest. Alten Pinas, voorlichter van het brandweerkorps, zegt dat het belangrijk is op de hoogte te zijn welke handelingen kunnen worden getroffen om brand te voorkomen. Het belangrijkste is om een rookmelder te hebben in huis. Een rookmelder is een lifesaver. Hij heeft een secundair doel om je te melden dat er rook in de ruimte is, dat je snel het huis moet verlaten. En het primair doel van de rookmelder is om levens te redden. Het is van zeer groot belang dat je een rookmelder in huis hebt. Niet alleen, maar ook een vluchtplan. Dat zou elke huishouding moeten hebben. Een vluchtplan is niets anders dan afspraken die we onderling maken. Wat te doen in tijden van brand. Bijvoorbeeld, het alarmnummer moet groot in de woonkamer opgeslagen worden. Dan gaan we hem beoefenen. Als de brand mag uitbreken, wie eerst zeg maar, de grootmoeder uit de kamer haalt, wie de baby uit het wieg haalt. Als we bijeenkomen, waar we evacueren. Want het gebeurt vaak dat tijdens een brand kinderen paniekerig raken, in de diepvries gaan of achter de klerenkast gaan rennen. Je moet goede afspraken maken. Soms denken de ouders, als ze zijn bij de buren, terwijl dat kind nog in het huis is. Dus zo'n vluchtplan moet ook beoefend worden. Iemand wordt geblinddoekt. Ja, daar is dan een paar rondjes in het huis om gedesoriënteerd te raken. Je moet je huis op je 10 vingers kennen. Met het oog op de vele nadelen die brandschade met zich kan meebrengen, legt Pinas de nadruk op het aanschaffen van een rookmelder. Het apparaat kan helpen om ergere brandschade te voorkomen. De boodschap die ik heb voor de samenleving is om een rookmelder aan te schaffen op de eerste plaats. Zoals ik het zei, het is een lifesaver, dat levens. Dat niet alleen. Het is belangrijk om je woning te laten verzekeren. Omdat je jaren hebt gezocht om het op te bouwen. En dat wat je jaren hebt opgebouwd, kan in een fractie van een paar minuten verloren gaan. Zie het niet als een ver van je bed show. Brand kan er ieder voorkomen. Maar... De voorlichting is een continu proces, aldus Pinas. Daarom doet het korps er alles aan om de bewustwording onder de samenleving te creëren. Door middel van school- en werkbezoeken proberen zij op hun manier de nodige instructies te geven.